Welkom bij Stardust. Het spirituele programma voor wie door durft te denken. Schuif bij ons aan tafel en laat u verrassen door de ongewone denkbeelden van onze gast, die leeft en werkt vanuit een spiritueel perspectief. Stardust, het spirituele programma van Henriette van der Wiel en Albert van der Pol. Stardust, waar spiritualiteit weer begrijpelijk wordt. Zitten wij aan tafel. Ook mensen die van een hele grote afstand luisteren, van harte welkom in deze kleine studio in Alphen aan de Rijn, waar al het moois elke week maar weer gebeurt. Corné, welkom aan tafel. Wij praten vandaag over het leven na de dood. Ja. Dat is nou ook niet echt waarvan je denkt, daar ga ik eens over beginnen bij de groenteman of zo. Nee. Is het voor jou een onderwerp wat dichtbij, staat het heel dicht bij jou? Ja, het staat heel dicht bij mij. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat is zo gegroeid. Voor mijn 50ste heb ik er nooit aan gedacht. Oké. Maar zo oud ben je nog niet, toch? Hoe oud ben je nu? 65. Oh, nou. Dus nog niet zo lang. Dan denk je er al 15 jaar over na? Ik denk er al 15 jaar over na. Maar dat heeft een reden. Want ik ben de boeken van Jozef Roelof gaan lezen. Oké. En wat ik niet had verwacht, ja, kwam hier door middel van die boeken kwam tot uiting. Dat zijn geen boeken waarvan je denkt, ik ga eens even lekker een stukje lezen voor ter ontspanning of zo. Hoe ben je bij die boeken gekomen? Ja, ik had het over op radio gehoord. Dat die toch wel interessant waren. Ja. En ja, dat hoorde ik een paar keer. En ik dacht, nou, ik zal toch eens beginnen te lezen. Nou, het eerste boek, dat heb ik ook 3,5 maand over gedaan. Om dat boek te lezen. Het is al een boek van 600 bladzijden. En het heet Blik in die namaals. Maar toen werd ik toch wat wijzer. En mijn interesse die werd zo groot, dat ik toch verder ging lezen aan het tweede boek. Hè, Zij die terugkeerde uit de dood, was het. En toen begon ik aan het derde boek. De kringloop der ziel. Ja, en langzamerhand is het gegroeid. Links en rechts heb ik over gepraat, maar niemand wou er eigenlijk iets van weten. Waarom eigenlijk niet? Ja, want je was er zelf behoorlijk door gefascineerd. Ik was er door gefascineerd, maar toch de mensen die, ja, schijnbaar zijn de mensen nog niet zo ver. Ik zou je vertellen, een heleboel mensen zijn wel zo ver, hè? Want die zitten nu te luisteren. Die zitten gelukkig nu te luisteren. Dan ben ik op de juiste plaats. Ja, hè? Denk het wel. Zo moet je het dan ook zien. Maar in eerste instantie van mijn omgeving, dat was toch ietsjes anders. Ik las de boeken. Maar ja, je kon er toch links en rechts niet over praten. Hoe reageerde je familie bijvoorbeeld? Sprak je erover? Met sommigen wel, ja. En ik heb één broer, die is ook gaan lezen. En de andere die zei dat hij het al wist. Okay. Maar voor de verder rest, is het toch stilletjes verdwenen. Of geloofde daar niks van. Of hadden daar niks mee. Ze hadden er niks mee. Zo moet je het eigenlijk zien. Je komt uit Tilburg. Ja. Dat is van oudsher een Rooms-Katholieke omgeving natuurlijk. Ben je ook op die manier opgevoed? Ja, ik ben heel katholiek opgevoed. Oké, dus je bent wel bekend met heiligen en wonderen en rituelen. Ja, maar daar ging het bij mij vroeger niet zo in. Want mijn moeder die was onderwijzeres. Mm-hmm. Dus ik moest nogal veel kennen. En anders werd ik wel gestuurd en geduwd. Maar als we dan over die kerk en als we over de communie, wat er was toen ook altijd. Ja. Ik had daar niet zoveel mee. Toen zei ze altijd van, maar bidden moet je zelf doen. Ik zei, mijn tijd komt nog wel. Waar ik het vandaan heb gehaald, weet ik natuurlijk niet. Als klein ventje. En als klein ventje had ik ook een ander ding meegemaakt. Dat ik vroeger hadden wij een werkplaats bij mijn vader, die maakte meubels. En ik zat er op zo'n stoepje, ik was een jaar of 7. En mijn knie die deed nogal zeer,
mijn linkerknie. En ik dacht, dat moet toch mogelijk zijn, hè? Zo, als je je hand erop doet, dat verdwijnt. Nou, dat is het geval. Ik deed dat. En die pijn die ging ook weg. En ik vertelde dat aan mijn vriendje die naast me zat. Maar wat denk dat als manneke van 7, zeg maar. Nou, daar kwam niks van uit. Ik vertelde aan mijn moeder, maar ach, er werd helemaal geen aandacht aan besteed. Maar toen ik die boeken ging lezen, toen kwam tot uiting dat ik, zeg maar, toen kwam ik erachter dat het wel kon. He, dat iemand wel, zeg maar, ja, laat dat dan maar een gave noemen. Ja, dus toen kwam ik er zelf ook achter dat ik daar altijd al mee rondliep. En het eigenlijk inwendig niet leuk vond, maar toch tot uiting kwam. Maar ja, dan is het tijdrijp, zeg ik dan maar. Ja. Maar tijdrijp. Je hebt er wel een tijd over gedaan, eigenlijk. Heel lang. Ik heb er heel lang over gedaan. Was er een aanleiding voor dat je in één keer dat het klepje open ging, zeg maar? Ja. Ziek worden. Lang op bed liggen. Ik had het op een gegeven moment aan mijn darmen. En dan moest ik een maand op bed liggen. En van het een kwam het ander. En je ging er eens lezen. En ja, daar genas je dan op een gegeven moment wel van. Maar toch langzamerhand, ja, door het lezen werd het me toch allemaal wel duidelijk. Hoe daar zoiets ontstond en hoe daar zoiets kon, dat je eigenlijk van een ziekte ook wel kon genezen, mm-hmm. als je de juiste weg maar weet. Ja. En dat is heel moeilijk te vertellen, want ik beweer dat achter elke ziekte, daar zit iets achter. Of van jongs af aan, heb je iets meegemaakt. Ja. Of je hebt een blokkade die lang is blijven zitten. Een emotionele aandoening. Emotionele, ja. Aandoening. Een kind van 3 en die kleine die rondloopt en die zie je ineens een grote hond was erg van schrik. Kan heel erg op iemand inslaan. Ja, ja. Dat die daarna nog veel last van heeft. Dus van die dingen. En ook dingetjes uit mijn jeugd, zeg maar. Hè. Wij hadden het vroeger niet breed. We hadden 7 kinderen. En, dat moest dat was toch, dubbeltje bij dubbeltje gelegd dubbeltje worden. Dubbeltje bij ja. dubbeltje. Vandaar dat mijn moeder ook onderwijs 6 was. Mm. En er moest toch brood op de plank komen. Ja, zo vanzelf, dat, ja. Ja, en zo is dat dus eigenlijk. Je bent eigenlijk gaan nadenken in die periode ja. dat je ziek was? Had je ook pas de tijd, denk ik, om ja, eigenlijk dat klopt na te ook. Denken? Ik ben er voorheen nog nooit ziek geweest. Nee. Ja. Dat is het gekke. En toen was het nodig? En toen was het nodig. Toen was het tijd voor te denken. Dan moest iemand wakker worden. En ik ben ook echt wakker geschud. Ja? Ze hebben me bij mijn nekvel gepakt, uiteindelijk, daar komen we het op neer. En ze hebben me in de richting gestuurd. Kijk, anders zou ik hier nooit nu zitten. In uw programma. Nee. Nee, vast en zeker niet trouwens. Nee, dat kunnen we duidelijk in zijn. Dus ik had zoveel boeken gelezen, dat ik dus 4 jaar geleden, zeg maar, lezingen ging geven in Tilburg. Nou, ik ging gedichtjes schrijven, wat ik nog nooit van zijn leven gedaan had. Ik ging kleine boekjes schrijven, dat ik dacht, nou, daar hebben de mensen wel iets aan. En zodoende heb ik een stukje over schepping geschreven en ons het leven, het gevoel. Positief denken. Dat zijn die kleine boekjes die je net liet zien, hè? Ja, dat zijn die kleine hele boekjes. Hele kleine boekjes. Zakboekjes zijn het bijna. Ja, en dat is ook de bedoeling. Je kunt dat je in je handtas even in de trein kunt lezen. Ja. En er staan allemaal, bij de laatste bladzijde staan overal teksten van Jozef Roelof. Of hoe dat je daaraan kunt komen met de boeken, et cetera, want uiteindelijk, Ik heb het gevoel dat ik hem toch moet promoten om in ons leven verder te komen. Ik denk dat de man een ongelooflijke visionaire blik heeft gehad. Of hij werd eigenlijk geïnspireerd, hè, door zijn meesters en door zijn begeleiders. Hij was het medium wat doorgaf. Maar dat is al heel jong begonnen. Want voordat Jozef Roelof naar de aarde kwam, toen was hij al geïnspireerd. Toen had hij al een opdracht. Hij is in opdracht van de andere zijde naar de aarde gekomen om de werkelijkheid van het leven op papier te zetten. Dat iedereen het kan lezen. Dus ongeacht wat iemand gelooft of aanvaardt nu op dit moment, staat daar buiten. Mm-mm. Hij heeft het over schepping. Hij heeft het over hoe dat het alles in elkaar zit. Hoe dat wij daarboven aankomen. Sorry.
Als we overleden zijn, bedoel je? Als we overleden zijn, als we aan de andere kant zijn. Mm-hmm. En Jozef is dan aan de andere zijde, ik noem hem uit. En zijn meester, waar hij door wordt begeleid, die zegt. Dan zegt Jozef tegen hem, tegen zijn begeleider. De mensen op aarde, die geloven dat nooit. Wat ik hier zie, de schoonheid, het mooie van wat er is. Dan zegt zijn meester, die Alka heet, die zegt dan. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt. Hij zegt, maar we doen het maar voor enkelen. Enkelen die het wel willen geloven. En degene die het niet kunnen aanvaarden, die overtuigen we wel aan onze zijde. Komt wel. Het komt wel. Het komt wel. Daar praten we dus over. We praten vanavond met name over dat stuk Het leven na de dood. Want Rudolf heeft over, ik noem hem Rudolf, jij zegt Rudolf, hè? Ja. Je zegt het op zijn Duits. Het is op zijn Duits. Hij zat ook in Scherenberg is hij geboren. Ja, ja. 5 kilometer, 4 kilometer van de Duitse grens af. Vandaar dat het met een U geschreven wordt, maar een U uitgesproken wordt. Ik ga het vanaf vandaag Rudolf noemen, Jozef Rudolf. Ja. Maar dat wat hij heeft opgeschreven, en dat zijn heel veel teksten. Op allerlei manieren komt elke keer degene zijde, dus de kant waar wij heen gaan als we overleden zijn, komt op allerlei manieren aan bod. En ik hoop dat we in deze 2 uur, tot 11 uur vandaag, de gelegenheid hebben om daar eens van jou het een en ander over te horen. Wat jij hebt ervaren door die boeken te lezen. En welk beeld er bij jou is ontstaan uit al die teksten. Want als je al die boeken doorleest, dan vormt zich ook gewoon bij jou een beeld van hoe dat is. Ja. En ik denk dat je een heleboel kunt lezen, zoals de feitelijkheden daar neergeschreven staan, maar dat altijd een persoonlijk beeld ontstaat vanuit jezelf. Dus dat zal voor ieder van ons toch waarschijnlijk weer iets anders zijn dan dat van de ander. Nou, daar praten we vanavond over. Als u een vraag hebt, kunt u een mail sturen naar onze redactie met een tweetje. redactie2@stardustradio.nl of naar stardust@alphenstadfm.nl. Vandaag praten we bij Stardust over het leven na de dood. En dat doen wij naar aanleiding van het werk wat Jozef Rudolf heeft opgeschreven. De vele, vele boeken die hij heeft geschreven met behulp van zijn gidsen, begeleiders, meesters, Alkar, noem het maar op. Hij heeft een heleboel inspiratie van gene zijde ontvangen. Onze gast vandaag is Corné Smulders uit Tilburg. Corné, we hebben jou gevonden omdat jij lezingen houdt over dit onderwerp. Tenminste over de boeken van Rudolf. Over de boeken van Jozef Rudolf, ja. En vandaag praten we dus heel specifiek over dat leven na de dood. Want het fascineert iedereen, of je er nou in gelooft of niet. Iedereen heeft er een mening over. Er zijn ook mensen die zijn er bang voor. Van doe maar niet, nee, laat maar. En we zijn allemaal ontzettend nieuwsgierig. Terwijl we hier zijn. Wij komen vanuit het hiernamaals, we zijn hier en we gaan er weer naar terug. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, het is gesneden koek. We zijn het alleen vergeten, want we beginnen schoon aan dit leven. Om ons te ontlasten van alle voorgaande trauma's en ellende in andere bestaansvormen, mogen we dit aardse leven schoon beginnen. Als zo'n heel lief, klein, pasgeboren babytje. En we vullen ons weer met de ervaringen. En vervolgens vertrekken we weer. En wat gebeurt er nou precies als we weer vertrekken? Als we weer vertrekken. Het aardse lichaam is of ziek of kapot of gaat hoe dan ook verloren. We laten het lichaam hier achter. Hè? Ja, maar wie zijn wij dan? We laten ons lichaam achterzetten. Achter, ja. Wie zijn wij? Dat is nou de kern, hè, van alles. Wie zijn wij? Eigenlijk begin ik altijd om te zeggen, wij zijn eeuwen oud. Wij zijn miljoenen jaren oud. Mm-hmm. En volgens de boeken van Jozef Rudolf, die heeft het ontstaan in het heelal geschreven. Dat is een boek van 650 bladzijden. Zeer gedetailleerd legt hij ons uit hoe wij zijn ontstaan. Waar het begin is geweest. Hoeveel levens wij hebben gehad. Dat is ontelbare. Hij zegt, dat kan ik bijna niet vertellen. Hoeveel levens wij hebben gehad. En dat wij overal op deze aardbol, iedere keer als we geboren worden, overal zijn geweest en overal hebben geleefd. Elke plek.
kenmerkt zich door zijn eigen mogelijkheden van ervaren. Ja, en die slaan wij op. Die ervaring, die hebben wij ons. Dat noemen wij dan ons onderbewustzijn. Daar zit alles in. Alleen dan komt het op het punt, wanneer trekken wij dit los? Een mens mag zelf beslissen. Die heeft een vrije wil gekregen. En dat is het mooie van alles. Als de mens dat wil, dan komt hij zover dat hij ook anders gaat of kan denken. Maar het willen moet aanwezig zijn. Is dat bijvoorbeeld je openstellen voor informatie zoals wat wij nu hier bespreken? Is dat een wilsbeslissing? Ja, ik wil dit overwegen. Dat is een wilsbeslissing, maar ook een gevoelsbeslissing. Als je het gevoel niet hebt, dan kom je nooit. Nee. En Jozef zegt daarover het volgende. Hoe was dat bij jou persoonlijk? Want waardoor werd jij nou getriggerd? Wat was voor jou nou... Waar werd je nieuwsgierig van? Waarom stelde jij je open? Nou, het blijkt dat ik daar gevoel voor had, wat op latere leeftijd pas tot uiting kwam. Mm-hmm. Dus je zit eigenlijk altijd met een bekrompen gevoel, heb je altijd geleefd. Heb je dat ook zelf zo ervaren? Ja, zo heb ik het ervaren, daarom zeg ik het ook zo. Leg het nou eens uit, want een bekrompen gevoel? Ten opzichte van bijvoorbeeld hoe je nu in het leven staat? Ja, ik voel me nu een stuk vrijer. Oh zo, in die zin. In die zin. Beperkter. Je voelde je beperkter. Ik voelde me echt beperkt in, net of het binnenste niet met het buitenste correspondeerde. Ja, dat vind ik een hele mooie omschrijving, ja. Maar goed, oké. We gaan terug. Wij zijn dus in feite geestelijke wezens. Wij zijn in feite... Wij zijn goddelijke geestelijkheid. Ja. Wij horen eigenlijk aan de andere zijde thuis. De aarde is alleen nog maar een station. En hier speelt dan het andere, maar dan moet je eigenlijk heel ver terug. Het goed en kwaad speelt hier op aarde. Ja, de dualiteit. Toen wij hier geboren werden, op deze aardbol, vele levens terug, en toen ons lichaam nog opgebouwd werd, toen zijn die bestaat uit graden. We hebben altijd graden moeten wij doorlopen. In elke. Wat wel omschrijven, dus wat is een graad? Een graad is de gesteldheid van iemand. Zijn lichaam bestaat uit een opbouw van 7 graden. En toen die opgebouwd werd, miljoenen jaren terug, en hij kwam in de 4e graad, dan komt hij op het punt van het goed en het kwaad, het besef. En tevens kreeg hij dan ook een eigen wil. Toen is die mens doorgegaan. Die is doorgegaan en heeft niet voor het goede gekozen. Hij is doorgegaan in, als je dan in die tijdperk teruggaat, in het opeten van mensen. Ja, kannibalen, zo leefden wij ook. Wij leefden in een voordierlijke toestand. Mm-hmm. Maar we waren wel mens. Ja. We waren mens, maar in een voordierlijke toestand. En langzamerhand is het dierlijker geworden. En het grof stoffelijke komt daarna. En dan komt het stoffelijke. En nu zitten we in de fase van vergeestelijke. En die overgang die moeten we nu maken. En dat geldt voor iedereen. Iedereen maakt hetzelfde mee. Maar is iedereen dan op hetzelfde punt nu? Nee. Niet iedereen op hetzelfde punt, want daar zit het hem in. Dat is het. Wanneer word je, ik durf bijna het woord niet te gebruiken, maar ontwaakt. Hè? Ja, wakker worden. Eigenlijk wakker worden. Ik ben ook wakker wanneer geschud. Wanneer ben je wakker? Ja, maar ik ben ook wakker geschud. En wanneer ga je beseffen, hetgene wat ik net verteld, door te lezen, dat je eigenlijk als mens een heel ander persoon bent. Je bent als mens die in graden leeft. Ontwikkelingsgraden. Geestelijke ontwikkelingsgraden, hè? Die komt daarna weer door geestelijke ontwikkelingsgraden. En zo gaat dat door. Je bent hier op aarde om al dat door te maken. Ja. En het is heel eenvoudig. Want de mensen zeggen wel eens van, hoe ervaar ik dat? En hoe doe ik goed? En dan zeg ik altijd maar, gewoon aardig zijn.
Meer is het niet. Daar begint het mee. Als je niet meer haat, hè, ik noem nou maar iets, niet meer roddelt, geen jaloezie meer uitstraalt of zo, en je bent altijd aardig voor de mensen, dan heb je een begin gemaakt zoals de schepping is bedoeld. Laat ik het dan even zo zeggen. Mm-hmm. En de schepping heeft alleen maar liefde gecreëerd. En die liefde, die hebben wij naast ons neergelegd. Wij hebben het hier eigenlijk op dit punt, hier op aarde, te goed. Aan onze westerse kant, mm-hmm, bedoel ik het dan. Ja, ja. Dan hebben we het eigenlijk te goed om nog eens te beseffen, ja, wat gebeurt er na de dood? Het liefste praten wij daar niet over. We pakken ons natje en ons droogje. Allemaal goed. Alleen we moeten het andere ook even op zijn beloop laten, of in verdiepen, of er aandacht aan besteden. Het liefste zeg ik altijd tegen de mensen van, ga eens 10 minuten op een stoel zitten per dag. En probeer eens tot rust te komen. Probeer eens je eigen, ja, leegmaken is natuurlijk niet het juiste, maar probeer je eens te vullen met stilte, zegt, ja, Albert dan altijd. Ja. Leegmaken is lastig, maar iets anders in plaats nemen, dat, ja, kan wel. Ja. En probeer dat eens te doen, en dan kom je tot jezelf. En niet in één keer. Ja, maar we zijn toch heel de dag afgeleid met computerspelletjes, ja, of we zitten s'avonds voor de tv, of we doen van alles. We, ja, zijn nooit stil. In ons hoofd zeker niet. Nee. Want dat is raar. Ja, dat is onze maatschappij. We hebben altijd herrie nodig. Want dat leidt lekker af. Ja. Maar wie kom je nou tegen? Wie kwam jij tegen toen je stil werd? Toen je daar ziek op bed lag? Ik kwam mezelf tegen. En? Beviel het? Heel goed. Heel goed. Jezelf tegenkomen is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Had je een idee wie je was? Nee. Nee. Geen dat idee. Dat is toch een gekke uitspraak, Corné. Want je, ja, bent, je was 50, hè? Of, ja, rond die tijd. Ja. En dan moet je toch ongeveer wel een beetje een idee hebben wie je bent, daar, hè, in het leven staat. Ja. Ja. Ja, maar dan is die maatschappij altijd aan de orde geweest. Altijd hard gewerkt. Tuurlijk, hè? Ja. Als techneut gewerkt en pak, nou, weg, alles aangenomen. Nuttige dingen gedaan, allemaal nuttige, ja, dingen gedaan. Je moest de kost verdienen. En zo ging dat door. Maar dan kwam je toch nooit is echt tot jezelf. Dat weet ik niet. Ja. Had je het gewoon te druk? Een te druk, ja, leven? Ja, ik vond dat ik nooit zo mijn rust kon vinden. En die heb ik daarna wel gevonden. Hier moet ik even over nadenken. Want wij hebben ook altijd om 9:30, en dat is het nu bijna. Oh, dat is het nu. Hebben wij een mooie traditie. Albert heeft een hele grote kelder. En daar heeft hij zijn hele grote muziekverzameling. Dus woensdagsmiddags gaat hij geblinddoek naar beneden. En hij grijpt. Hij grijpt ergens op een stapel. Puur intuïtief doet hij dat natuurlijk. En hij komt met iets, soms heel gek en soms heel verrassend, soms heel prachtig. Nou, kortom, absoluut verbazend. Daar komt hij mee naar boven. En dat is deze. Wij hebben het vandaag met Corné Smulders over het leven na de dood. Ondertussen zijn we weer allerlei zijwegen opgewandeld, Corné. Jij ontdekte een nieuw stuk van jezelf toen je je met deze materie ging bezighouden. Je lag ziek op bed, je was rond de 50 en je dacht van, goeie mensen. Dat is een ander verhaal. Hè? Dat is een heel ander verhaal. Ja. Ja. Je werd zo nieuwsgierig dat je een heleboel boeken van die schrijver Jozef Roelof bent gaan lezen. Het sprak je ontegenzeggelijk aan, anders ga je er niet eens aan beginnen. Maar het duurde soms eventjes voordat je dat tot je door kon laten dringen. Ja, dat heeft al even geduurd. Het is maar, ook, ja, het zijn denkbeelden die niet alledaag zijn natuurlijk. Nee, daarom. Als je zijn boeken leest, tenminste zo is bij mij, de eerste boek, had ik 3,5 maand over gelezen, dus tot me doorgedrongen. Maar dan komt het andere. Ja. Accepteer je dat wel, wat hij geschreven heeft? Ja, nou en? Accepteer je het? Nee. Wat zat er dwars? Ja, het was zo ongelooflijk. Wat was er zo ongelooflijk? Ja, het was mooi, ongelooflijk. En je kon het bijna niet begrijpen dat eigenlijk het evolutieproces zo in elkaar zit. Okay. En daar heb ik dus zeg maar ook nog een jaar over gedaan. En toen sijpelde heel langzaam door tot het eigenlijk mij doordrongen werd van alle kanten. En toen ik verder ging lezen met die boeken, ja, werd het wel zo duidelijk. En kreeg ik dat gevoel erbij. Ik kreeg dat gevoel erbij van, het kan niet anders dan zo zijn.
Dus ik ben door die boeken gewoon overtuigd geworden dat ik begon te denken en zeg, nou, eigenlijk moest toch iedereen dit boek lezen. En volgens mij hebben de meeste mensen die deze boeken hebben gelezen, die hebben ditzelfde effect. Ik denk het ook. Die worden zo blij ervan. Die denken van ja, maar nu staat het in de juiste proporties hier voor mij. Ja. En dat moet iedereen weten. Maar wat heb jij ermee gedaan? Nou, ik heb eerst eens de eerste boeken gekocht. Ik heb ze aan mijn twee dochters gegeven en mijn zoon. En ik dacht, nou, ik heb iets gevonden. Hm. Ik denk, ik weet het bijna zeker dat het waar is wat hierin staat. Dus vrijheid, blijheid. Lezen jullie of lezen jullie niet? Maar ik heb ze in ieder geval het boekje. Je wilde het ook gewoon geven. Ja, ik wil het gewoon uitdragen. Wat vond je vrouw er eigenlijk van? Want die had een man die ze kende, die een beetje ziek werd en die een tijd op bed moest liggen. Ja. En die ineens zichzelf ontdekte. Ja. Is ze ook daar niet eens even heel rustig op een stoeltje bij gaan zitten? Ja, in eerste instantie dacht ze, ja, wat moet ik ermee, hè? Wat moet ik ermee? Maar ja, hij zit in zijn midlife-crisis, dacht ze natuurlijk. Dat denkt een vrouw dan. Ja, ja, vertel mij wat. En op een gegeven moment was het toch zo dat, dat zij ook wel overtuigd werd. En ik heb gezegd, nou, lees ook maar eens, hè. Want dan kom je daar vanzelf wel achter, hè. Ja. En dat is zo gedaan. En ja, dat is ook natuurlijk zo gegroeid. En overtuigd, zeg maar, van hetgene wat ik vertel. Is het nou een overtuiging als, hè, want jij komt jij bent van katholieke huizen. Is het een overtuiging als een geloofsovertuiging? Nee, beslist niet. Of is het iets anders? Nee, het is de werkelijkheid van het leven die Jozef vertelt. Mm-mm. En niemand wil daar eigenlijk aan. Want het is, als je door gaat denken, maar iemand anders mag het zelf de conclusie trekken of het waarheid is. Door te lezen. Dat mag je, die mag je zelf trekken. Ja. Maar het hele evolutieproces, ons ontstaan, hoe dat wij er tegenaan kijken, hoe dat wij opgevangen worden aan de andere zijde, dat hoort allemaal bij het proces. Zeer gedetailleerd vertelt hij hoe dat alles gaat, hoe dat wij opgehaald worden. Hoe gaat het? Vertel. Vertel bij overlijden. Nou, wij gaan vandaag overlijden, nou nu even niet, maar stel. En dan, waar komen we terecht? In eerste instantie, hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Ja. He, want dat ons lichaam, twee verschillende dingen, het ons en het lichaam. Ja. Dus de omhulling die wij nu gebruiken, ons prachtige ingenieuze lichaam, laten we achter. Die laten we achter. En we gaan even vanuit dat je op bed ligt. Ja, ja. Niet onder een auto komt. Dat je niet onder een auto komt of iets ergens. Nou, dan wordt zijn geest opgehaald en Jozef heeft dat zelf gezien. He. Want hij was helderziend, helderhorend. En hij kon ook alles waarnemen. Ja, het was een fenomenaal medium natuurlijk. Ja. Hoe dat hij, zeg maar, die geest uit zijn lichaam ziet treden. He? Je komt en, dus uit dat lichaam tevoorschijn. Je komt gewoon uit het lichaam tevoorschijn. In een geestelijke gestalte. Oftewel in een onstoffelijke gestalte. Ja, in de geestelijke substantie. Precies. Dan zeg je dat weer. Jij zegt dat echt mooi. Geestelijke gestalte, dat kan ook niemand begrijpen verder. Ja, maar het kan wel. Het is een gestalte. Een onstoffelijke substantie, prachtig. Ja. En verder. Hij wordt dan opgehaald door diverse geesten. Zijn vader of zijn moeder of een ver familielid. Die zijn er allemaal. Die zijn allemaal aan de andere zijde. Die zijn hem voorgegaan. Ja. De hij of de zij. Zijn gewoon eerder overleden. Ja. En die komen hier bovenaan. En in de eerste instantie liggen die daar op een brancard. Of op een klein kaartje. Of ergens, gewoon of waar ze dood gegaan zijn. Of ergens. Maar de ergens is heel belangrijk. De ergens waar je terechtkomt in die wereld. Want hierboven zijn duizenden werelden. Mm-hmm. Dat is afhankelijk van hoe dat je geleefd hebt. Hoe ver dat je bent. Is dat die ontwikkelingsgraad? Waar je dat net is over de ontwikkelingsgraad. Okay. Dus als iemand nu denkt, ik geloof er niks van wat Corné nu zegt. En laat maar kletsen. Dan komt hij hier toch bovenaan in diezelfde toestand van laat maar kletsen. Nou, dat is net zo makkelijk dan, denk ik. Dat is net zo makkelijk. Maar dat is een rare situatie. Maar natuurlijk, dan krijg je een heel rare situatie. Want dan moet je ergens gaan beseffen dat je overleden bent. Juist. Dat lichaam niet meer is. Ja. Dat je in een andere wereld bent. Ja. En dan?
dan komt regelmatig voor. Dat komt regelmatig voor. Dan komt er een geestelijk begeleider. Mm. En ik ga eventjes vertellen dat jij dood bent. En dat wil je dan niet geloven. En dat gelooft je niet. Luister eens, ik ben hier toch gewoon. Hoe bedoel je dood? Nou, dan wordt er een familielid bijgehaald. Waar hij of zij zeker van weet dat hij wel overgegaan is. Ja. En dan kan pas die man of die vrouw overtuigd worden. Mm-mm. En de familielid die vertelt dan ook weer hoe dat het gaat in die andere wereld. En wat je ervoor moet doen. En dat ze hierboven gewoon naar school gaan. Om te leren de kosmos. Ja, ja. Alles wat wij hebben en in ons hebben. Hier van de aarde, kunnen we hierboven niet meer gebruiken. Nee, want wij leven hier in de zware stoffelijkheid. Ja, in de zware stoffelijkheid. En we moeten ons leren, ons zichzelf in de geest te verplaatsen. Alleenig door concentratie komt men verder. En dat moet aangeleerd worden. En daar krijg je ook hulp bij. En het is eigenlijk, zoals ik nu uitdraag Jozef Roelof. Zo zijn er weer andere mensen hierboven die tegen die man of die vrouw vertellen, kijk, zo gaat het hier. Wil je het accepteren, dan is het oké, dan help ik jou verder. Kun je dit aanvaarden, dan wordt het toch anders, want dan moet ik je alleen laten. Dan moet je nog maar eens goed overdenken hoe dat het hier, hoe dat je dan wel denkt. Hè? En dat is eigenlijk hetgene wat een beetje dan mij beangstigt, als iemand het niet wil aanvaarden, en die heeft toch gelezen. Er zijn bosjes mensen die het niet aanvaarden. Ja. En die worden daar gewoon rustig in een heel rustige omgeving gebracht. Ja. Ja. Van nou, ga nou daar even rustig over nadenken. Ja. Als je me nodig hebt, kom ik wel. Ja, maar tijdbestek. Er is geen tijdbestek natuurlijk. Nee, er is geen tijdbestek. Maar als iemand dan zegt, nou ik accepteer het niet, kan daar goed 50 of 100 jaar overheen gaan. Als hij niet wil. Dat is hier een enorme tijd. Maar ik vraag me af, is dat aan gene zijde? Nee, aan gene zijde is tijd, speelt geen rol. Nee, want we hebben want gedaan. De evolutie is eeuwig. Altijd is de mooiste tijd. Altijd gaat door, altijd gaat door. We zijn weer een heel klein stapje verder bij het grote geheim. We gaan daar tot 11 uur over praten. Als u een vraag hebt, dan kunt u een mail sturen of bellen naar de studio. Bellen doet u met 0172-515153. Mailen gaat naar stardust@alphenstad.fm of naar redactie met een tweetje, redactie2@stardustradio.nl. Het leven is een vrolijke en leerzame ervaring. Is dat zo? Ja. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. En soms heb je er erg veel last van ook gewoon. Als je de juiste weg volgt, is het de verademing om te leven. Dan wordt het alleen maar makkelijker. Alles wordt makkelijker. Wat is de juiste weg? Wat is de juiste weg? Het is voor iedere persoon anders. Tuurlijk. Iedere persoon anders. Maar in grote lijnen zo. Het zit anders in elkaar. Hij moet beseffen dat het hier echt tijdelijk is. Op aarde leven wij tijdelijk en alleen maar om goed te maken. Wij hebben, want dat was ik toen straks aan het vertellen. Mm-hmm. Toen wij in de vierde graad van onze lichamelijke opbouw waren. Het verschil tussen goed en kwaad leerde kennen. Is die mens doorgegaan. Ik schrik even en die is zo doorgegaan. Je wat drinken als je... Dat je op een gegeven moment zei. Hij had een vrije wil. Ja. Hij ging door, maar al hetgene wat hij dus zeg maar niet goed deed, moest hij in andere levens weer goed maken. Het is dus zo dat het systeem van de aardse ervaring eruit bestaat dat je de juiste keuze moet maken. Ja. En dat je zult moeten kiezen voor de liefde. Ja. Eigenlijk. Je moet met altijd... een heel groot woord, de liefde. Ja. Dus het respect voor de ander. En respect voor het leven. Het respect voor het leven, dat is het eigenlijk. En geen enkele, jij mag daar niks aan afdoen. Nee. Want dat is niet aan jou als mens om dat te doen. Nee, de schepping heeft alleen maar liefde geschapen. En de mens heeft er iets anders van gemaakt. Dat is een hele kluif. Want wij hebben dus misschien wel miljoenen levens in die hele opbouwcyclus meegemaakt.
om uiteindelijk te worden tot wat we nu zijn en de lichamen nu te hebben die we nu hebben gecreëerd met elkaar door al die evolutie heen. Maar dan heb je nog wel eens een paar steken laten vallen natuurlijk. We hebben heel veel steken laten vallen. Potverdorie. En dat beschrijft hij in zijn boeken ook heel duidelijk. En dan kom je dus weer terug. Ja. Om het goed te maken. Weer goed te maken. Want God straft niet. Nee, of de schepper straft niet. Ja. Wij hoeven alleen maar goed te maken wat wij in vorige levens niet goed hebben gedaan. Okay. En dat besef moet er komen. En die liefde is gewoon aardig zijn voor elkaar. Niet meer. Nee. En daar begint het mee. Al zou je heel die boeken niet lezen. Als je maar aardig bent. En beseft dat als je aan de andere kant komt. Dat die werkelijkheid van die andere zijde, of de werkelijkheid van het leven, zoals wij die hier, zoals het hier wordt verteld, dat die beduidend anders is. Je bent eigenlijk niks. En door niks te zijn, zo legt Joseph Fuller dat uit, door niks te zijn, ben je alles. Dat moet je hem ook even uitleggen. Ja, dat is eigenlijk het moeilijkste van allemaal. Is dat in de aardse vorm? Je bent niets, of in de geestelijke vorm, in het hiernamaals. Het begint al hier, op aarde, door niets te zijn. Wij plaatsen onszelf op een voetstuk. Wij zijn iemand. Ja, ja, je moet wel iemand zijn. Je moet wel iemand zijn. Ja, 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 ja. Maar het is niet goed, zegt hij. Nee. Hij zegt, wij moeten ons laten leiden. Ja. En dan komen wij tot iets. En dat iets is het laten leiden in je gevoel. Ja, ja, ja. Je intuïtie laten spreken. De intuïtie gaat dan spreken. En dan komt men verder. En dan komt men verder. Dat is bijna de enigste manier om verder te komen. Als iemand geen gevoel ergens voor heeft, dan is het al moeilijk. Hoe leefde jij in die jaren voordat je dit allemaal tot je diep doordringt? Gewoon neutraal, hè? Ja. Wat deed jij met je intuïtie? Speelde dat een rol? Had je ja, het speelde altijd een rol. Ja, toch wel? Ja, want intuïtief. Ik heb op beurzen gestaan en et cetera. En in de verkoop gezeten. En technische dingen. Ik wist altijd op het gevoel. Zo moet ik het doen. Oké. Okay. En dan kwam dat altijd richting. Goed. Ja, precies. Ja, maar niet wetende dat nog een naam kon hebben. Of het gevolg. Nee, dat hoorde gewoon. Dat deed je gewoon zo. Ja, je dat deed dat gewoon na. Zo. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat zo hebben. Ja. Want iedereen doet altijd zo moeilijk van ja, ik noem het wel eens je spirituele antenne. En dan zeggen ze, ah, die heb ik helemaal niet, joh. Maar echt, iedereen doet het zo. Iedereen heeft die antennes. Ze zeggen toch wel eens, een huis kopen, dat doe je op je gevoel, dat doe je op je intuïtie. Dit is mijn plek. En dan kun je nog zo rationeel al die dingen bekijken. Hoe is het dak en dit en dat. Uiteindelijk neem je de grote beslissingen in je leven vaak op je gevoel. Ja. En zo is het ook als je mensen die op vakantie gaan, ik noem maar, en die zeggen, och, ik voel me hier thuis. Dan heeft hij daar ook vroeger geleefd. Vaak wel. Vaak herkent hij en komt toch tot uiting. Dat hij zegt van, daar heb ik iets mee. Dat zijn plekken, daar heb ik iets mee. Daar heb ik iets mee. En zo gaat het dan door. Maar goed, dat begrijp ik. Nu even terug naar als we overleden zijn. Ons geestelijke lichaam maakt zich los van het stoffelijke lichaam. Ja. We krijgen hulp. Er komen hulptroepen, onze begeleiders, onze spirituele gids, of onze overleden familie of vrienden. Die voor ons denk ik ook heel duidelijk maken van, hey, ik ben hier, maar weet je nog wel, ik was overleden. Hè? Dus nu is voor jou de reis ook weer begonnen. Je gaat door naar een bestaansmogelijkheid die een daar andere is. Andere dimensie. Andere dimensie, prachtig omschreven. En daar ben je om bewust te worden van wat? Dat je overleden bent? Dat je niet meer op die aarde rondloopt? Ja. En hoe dat daar in elkaar zit? Hoe die... Ja, want door die begeleiders krijg je een opleiding hierboven. Ja. Daar begint alles weer gewoon opnieuw. Je bent ook daar dus weer vergeten, zoals je het op de aarde bent. Als je geboren wordt op de aarde, ben je ook weer alles vergeten. Begin je weer op nul. Is het dan ook zo, als we daar aan gene zijde komen, dat we dan daar ook weer alles moeten leren? Nee. Ja, we moeten daar alles leren. Maar we staan niet op nul. Wij hebben wat we hier niet kunnen herinneren.
ons onderbewustzijn kunnen we niet herinneren. Onze vorige levens kunnen we niet herinneren. Jozef zegt in zijn boeken, anders zouden wij gek worden. Ja, ik kan me dat als wij alles zouden weten. Ja. Maar aan de andere zijde kunnen wij terugzien op onze vorige levens. Dan kunnen we de grote lijnen zien. Oh, dat is handig. Je kunt daar bespreken met hogere geesten. Van wat zal ik gaan doen? Of hoe adviseer je mij, zeg maar, om het volgende leven met een pakketje, met een boodschap, naar de aarde te komen. Om het volgende leven te leiden. Hm. Wat je nog goed moet maken. Ja. Om balans te maken. Eigenlijk kom je hier om te harmoniseren. Je komt om alles in harmonie te brengen. Ja. Maar als je die niet hier in harmonie brengt, dan is dit leven eigenlijk zinloos geweest hier op aarde. Ja, ja, dat is voor de geest. Ja. Want het is de bedoeling dat wij door-evolueren van het geestelijke en we komen daar in de sferen terecht. Waarom kunnen we dat eigenlijk niet aan de geestelijke kant van het leven doen? Dat goed maken? Waarom hebben we die aarde daarin nodig? Is dat omdat we ook hier de fouten hebben begaan? Ja. Op dit niveau? Ja, klopt. We hebben hier de fouten begaan. En zullen we ze dus ook in deze stoffelijkheid weer moeten harmoniseren? Ja, harmoniseren. En als de liefde je eigen is gemaakt, kun je pas verder. Je kunt hierboven ook pas verder als het aardse, als je van het aardse ontdaan bent. Je moet van het aardse ondoen. Wat wil je daar nou mee? Ja, een mooi voorbeeld. Gerhard in zijn boek, je komt hier bovenaan. Dat was dan iemand die niks geloofde hier op aarde. Je komt daar bovenaan. Was dat die koetsier? Dat was die koetsier, ja. En die zei op een gegeven moment, zei zijn begeleider, als jij steeds aan de aarde terugdenkt, krijg jij dezelfde pijnen waar je aan gestorven bent. Jij hebt niks meer met die aarde te maken. Jij moet dat loslaten en aanvaarden en accepteren dat het hier in het geestelijke is. En het geestelijke is heel anders. Het geestelijke heb je niks meer te maken met de aarde. Dat moet je echt loslaten. Corné, we moeten eventjes eruit. Oké. Ik hoor de muziek al, het eerste uur is alweer om. Zometeen tussen 10 en 11 gaan we verder met Stardust over het leven na de dood. En als u een vraag hebt, dan kunt u stellen. Tot zometeen. Stardust, tot na het nieuws.